Afgelopen vrijdag heeft het college de visie voor de Oostflank gepresenteerd. We gaan daar met wethouder Pascal Verkroost over praten. Welk gebied is de Oostflank? De Oostflank is eigenlijk de oostelijke kant van Purmerend. En dan is het van de Purmer-Zuid tot en met de baansteden. Dus het Purmerbos, de golfbaan en Purmer-Zuid-Zuid. Wat gaat daar gebeuren? Daar gaan we 5800 woningen maximaal toevoegen. We staan hier op Zuid-Zuid, daar komen ongeveer 1300 woningen en op de golfbaan 4500 woningen. Dat is de ene kant. De andere kant is dat we het Purmerbos verder gaan versterken. En dat we ook de ecologische strook die nu langs de molentocht loopt, ook verder versterken, zodat die verbindingen nog beter worden. Het belangrijkste is dat we woningen bouwen die echt in het groen staan. We gaan zowel laagbouw als hoogbouw. Ongeveer 40-60% worden laagbouwwoningen en de rest wordt hoogbouw. Daarnaast bouwen we gewoon 30% sociale woningen, 40% goed bereikbare woningen en dan 30% vrije sector. De Oostflank bestaat uit twee totaal verschillende gebieden. We hebben natuurlijk de golfbaan en we hebben hier waar we nu staan Purmerend Zuid-Zuid. De invulling is daar heel verschillend van? Nou, niet heel verschillend. In de basis beginnen we steeds bij de Westerweg met een fijne korrel, dus wat minder bebouwing per vierkante meter. En gaan we in dit geval bij de Zuid-Zuid richting de Verzetslaan wat meer verstedelijk bouwen. En op de golfbaan gaan we richting de molentocht steeds wat verstedelijker bouwen. We kijken heel goed naar het gebied, hoe kunnen we dat nou klimaatbestendig maken. Dus hoe kunnen we zorgen dat we enerzijds die droogte die we steeds meer hebben op kunnen vangen en anderzijds dat vele water wat valt. Nou, dat betekent dat we meer water gaan graven, maar ook dat we bijvoorbeeld bij de Purmer-Noord de verbinding met het bestaansstedelijk gebied gaan maken, zodat we ook die knelpunten die we in de Purmer-Noord hebben op kunnen lossen in de Oostflank. De ontsluiting voor het verkeer van de golfbaan, dan hebben we het met name over het autoverkeer, dat gaat primair via de provinciale weg bij de baansteden. We gaan wel een verbinding maken met de IJsselmeerlaan, daar gaan we een beperkt aantal woningen ontsluiten, maar die is eigenlijk bedoeld primair voor de busverbinding, zodat de bus wel door kan rijden. Een stukje van de bus gaat wel door het Purmerbos zoals het er nu ligt. Ja, een stukje gaat inderdaad door het Purmerbos. Als je er nu bij de IJsselmeer staat, dus langs de Werenvogels, en die weg loopt eigenlijk al door, die trekken we door richting het gebied. Doordat we de IJsselmeerlaan doortrekken, kunnen we eigenlijk die bestaande wegen ontlasten. Dat betekent dat we de Westerweg eigenlijk willen afwaarderen naar een fietsstraat. Dus de aanwonenden kunnen hem nog gebruiken en voor de rest wordt het vooral langzaam verkeer. En hetzelfde geldt eigenlijk voor het stukje Purmerendeweg wat bij Purmerend hoort. Als alles mee zit, hopen we in 2026 de eerste paal te kunnen slaan.